Hallo iedereen, dit is een snelle video tussendoor. Een beetje onverwacht, ook voor mijzelf. Want op de frontpage van RuneScape staat namelijk dat Division of Combat 20 november uitkomt. Dus dat is over 2 weken. Nou, ik weet dat jullie hebben gemerkt dat heel veel prijzen zijn gedaald, zoals banders en Klaus. Ik kan me voorstellen dat voornamelijk Klaus zijn gedaald vanwege de... Ja? Vanwege de spec. Klaus zijn inderdaad veel minder bruikbaar, alleen de offhand Klaus is nog steeds de sterkste offhand trekkenwapen. Ja, als je dus denkt van ik heb ze nu echt niet meer nodig 20 november, zou je ze kunnen verkopen, maar ik zou op dit moment wachten. Want op dit moment zijn alle merchers bezig. Je hebt ook gemerkt dat bijvoorbeeld Banders nu al, ik heb je gehoord, 8 mil was ofzo. Maar waarom? Is de vraag. Waarom? Ik bedoel, armor blijft een nog steeds hooggereten armor die je al nu in bezit hebt. En oké, je verkoopt bundles, wat koop je dan terug? Ik ga drengen kopen, oh dat is slechter. Ik ga torven kopen, oh dat is te duur. Oké. Oké, ja. Je snapt mijn punt denk ik wel. Zoals jullie al weten, ik ben voor de EOC. Ik ga ook guides maken voor de EOC, voor Evolution of Combat. Wees dus niet ongerust. Ik ga gewoon gelijk beginnen. Kijk, dit zijn de basisdingen. Ik ben er ook heel tevreden mee dat het gebeurt. Als jullie vragen hebben of ergens mee tegen zijn, stel ze aan mij. Ik kan ze waarschijnlijk met gemak beantwoorden. Ik ga niet zomaar je spullen verkopen, want ik denk dat de merchants bezig zijn dat alle prijzen dalen. Want zonder armor kun je alsnog niks. En bedenk ook, je kunt nog altijd trainen zoals vroeger met de Ultimate Momentum. Denk eraan. Hier ga ik heel veel reacties op krijgen. Gewoon wereld 66 is er een riot. Ik snap niet dat mensen tegen zijn. Ik zie met twee nadelen. Dat is dus dat overal multicombat is. En dat Dominion Gloves wapens zijn. Dat is het enige. Zeg het maar. Ik bedoel, je kunt wel troffen kopen, maar ja, als je goed bent, heb je banders genoeg. Het BK wordt natuurlijk anders. Puur zijn er nog steeds, vanwege dus dat je passief health hebt. Dus als je 99 constitution hebt, heb je bijna 4000 life points zonder armor. Ik hoop dat jullie alsnog blijven spelen en niet stoppen, want het is een goede update. Het kost even wennen. Moet je wel aan denken, het zal de eerste paar dagen lag zijn. Voornamelijk lag, omdat iedereen een huge update moet gaan laden. Dus alleen maar lag. En dan na een paar dagen is alle lag weer weg. En het kost gewoon een tijdje voordat je gewend bent aan abilities. En dan denk je zoiets van, waarom was dit niet eerder? Waarom was ik tegen? Let op mijn woorden. En ik ga hem nu F9 drukken, gelijk renderen en uploaden, want het is belangrijk voor jullie. Jullie mijn stem horen. Als jullie op een korte termijn informatie nog willen over of snelle vragen hebben, dan kan ik ze beantwoorden of eventueel nog snel een video maken. Succes!